Dag lieve mensen, daar zijn we weer. We zijn weer in de werkplaats. Ik denk, ik doe nog eens een rondje. Want we zijn weer druk bezig. We zijn onder andere bezig, vooral bezig met een nieuwe Tesla coil. Ik heb er al iets van laten zien, maar het begint nu toch wel in een vergevorderd stadium te raken. Dus dit is de basisconstructie. Hoe heeft net weer een nieuw onderdeel af, die er weer bij kan. En, ja, ondertussen is natuurlijk ook de elektronica een stuk voorbereid. Dus hier bijvoorbeeld ligt een heel belangrijk onderdeel. Dat is het driver circuit, het oscillerende gedeelte. Allerlei onderdeeltjes die erbij horen, voedingen. Capacitors. Ja, wij gebruiken natuurlijk wel serieuze capacitors. Dit is een transistor. Nou, hier gaat bijvoorbeeld heel veel stroom doorheen, vandaar dat het zo dik koper is. Het moet ook gekoeld worden. Dit is een coil van Faraday. Faraday cage, dus hier kan dan elektronica in. Nog een hele super capacitor bank. Deze is echt high voltage, high current, met allemaal bleeders. Dit is een dodelijk ding. Hier zou ik niet graag aanraken, want dan gaat het wel echt, mis. Er zijn nog wat meer onderdelen. Ik loop even naar achter. Bijvoorbeeld, dit is in de vorige video te zien. Dit is een, de topload. Er komen allemaal nog bollen aan. Dus hier komen, aan elke steel komt een bol. Plasma bol, zodat het van binnenuit op gaat lichten. Tenminste, dat is het idee. We hopen ook dat het gaat werken. Dat is nog een beetje de vraag. En dus ik ben de elektronica aan het voorbereiden. Oeh, is hartstikke druk met de constructie. Ja, en het, het begint er nu wel echt heel goed uit te zien. Dus, ik ben benieuwd.